Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Pallet met onderdelen van de BNP. We gaan het deze keer een beetje anders aanpakken als bij de type 69. Bij de type 69 hebben we natuurlijk een beetje op de boerenboterhammen manier die motor gerepareerd noemen. Maar we gaan deze onderdelen gaan we meenemen naar DSP in Tilburg. Dat is een motorrevisiebedrijf en die weet hier alles van. Dus dit zijn eigenlijk de onderdelen waar ik grootste vraagtekens bij heb, om het zo maar te zeggen. We hebben hier de cilinderkoppen natuurlijk, hè, met de klepzittingen die we allemaal gezien hebben, dat die behoorlijk ingeroest zijn. Hè. Dus we willen gaan kijken of dat deze nog te repareren zijn of dat we daar andere zittingen in moeten persen. Nou, ik heb natuurlijk ook de kleppen meegebracht. Nou, die zien er toch minder ernstig uit, hoewel deze ook wel behoorlijk geroest is. Dus die gaan we ook laten bekijken. Ja, en dan natuurlijk de cilinderbussen en de zuigers. Hè? Want de cilinderbussen, daar zitten ook best wel wat roestputten en zo in. Dus ik ben heel benieuwd wat er nog kan met boren en honen. We gaan het zien. Laten we die pallet in de auto zetten en dan rijden we naar Tilburg. En dan komen we er vanzelf achter. Daar zit vast. We zijn er. Nou, daar staan we dan in de werkplaats van DSP en die weten alles van motoren. Ik heb hier een paar specialisten. Goedemorgen nog, wij zijn van DSP, een motorenrevisiebedrijf. Voornamelijk in de rail-industrie, maar voor Milo maken we een uitzondering. Ik ben Casper, naast mij Jan. Jan is eigenlijk een specialist. Ja, ze noemen ze hier. Ik weet toevallig een beetje van revisie. Ik zit ongeveer bijna 40 jaar in het vak. En ik maak me trots wel zeker dat ik er best wel een beetje van weet. Ja, het oordeel van een specialist, hè Jan? Wat denkt u ervan? Nou, het ziet er in ieder geval oud uit. Het lijkt in de eerste instantie een benzinemotor. Maar het schijnt toch een diesel te zijn. Verder gaan we eens kijken wat we per onderdeel wat we ermee kunnen. En wat moet, dat gaan we doen. En wat niet moet, wat hersteld kan worden, gaan we gewoon herstellen. Ja, je hoeft niet nieuw te worden, hè? Dus goed is goed genoeg. Ja. Dit zijn de cilinderbussen. Het is niet zo dat ze nou echt versleten zijn, maar ze zijn wel heel erg ingevreten door langdurig stilstaan. Ik heb
heb er hier bijvoorbeeld eentje gezien. Deze. En dan zitten de gaten aan de zijkant in de slinderbus. Dat is nog een slechtere volgens mij. Even kijken. Deze. Kijk, als je hierin kijkt, dan zie je dat hier gewoon de gaten aan de zijkant in de slinderbus zitten. Deze kan je dus nooit herstellen. Dus hier zal wel een nieuwe voor moeten komen. Tot hoever kan je zoiets opboren? Want er is natuurlijk wel een bepaalde tolerantie. Je zegt van dit kan ik nog repareren, maar hoeveel mag dat zijn? Nou, als je zegt van nou ik wil de originele zuigers gebruiken, dan zou je ongeveer een slijtagegrens waar de stootrand komt van ongeveer 0,15 mm voor zo'n motor. Wordt het echt meer, dan zou je op naar een overmaat zuiger moeten of aan een nieuwe slinderbus als de zuigers nog goed zijn. Ja, precies. Ja, 0,15 is, ja, daar hoef je niet te meten, dat kan er zo wel voelen. Ja. Dat kunnen zo wel voelen dat hij er wel voorbij is. Ja, ik denk dat er hier en daar putten van een millimeter in zitten, denk ik. Hè? Ja, daarom. Dus 6 nieuwe bussen, dat is geen overbodige luxe. Dat zou zeker welkom zijn. Ja, ik zie wel wat lichte vreetsporen. Het is nou niet zo dat er nou echt een vreet erin zit die vastgelopen is geweest. Dus deze zuiger, ondanks dat hij wat vreetsporen heeft, die zou ik toch wel terug durven te zetten om dat ding weer rij klaar te krijgen. En dan voorzien van nieuwe zuigerveren. En dan zou dat wel moeten lukken. Ik zie hier nou iets. Die dopper. Ja, daar heeft iemand ook getimmerd. Te demonteren, denk ik. Ja, nee, dit zijn bronzen doppen. En tegenwoordig dan zit aan de zijkant hier een clip in waarmee die pen geborgd is. Vroeger deden ze dat niet. Dan zetten ze hier en hier een bronzen dop in. Dan kon die pen ook niet naar buiten toe. Ja, omdat die opgesloten ligt in de slinder. En dat geeft helemaal niks, want die pen die bronzen glijdt gewoon langs de slinderwand. En dat beschadigt niks. En die pen kan toch niet gaan wandelen. Nee, het is net zo'n beschadiging als dit, dat maakt niks uit. Nee, dat maakt natuurlijk niks. Het gaat gewoon op en neer, komt geen kracht of niks op. Dus puur voor de opsluiting van het axiaal van de zuigerpen. Hier hebben we werk mee gehad, om die los te krijgen. Wel heel fijne vertanding erop. Ja, ik kon daar niks voor kopen voor dat. Zal eens even kijken, het kan best zijn dat je hebt. Ja, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Ja hoor. Nee, dan heb je geen spullen. Kijk eens aan. Dus speciaal gereedschap is er al. Ja, inderdaad. Nou, is dat wel. Ja, ik heb daar echt stad en land voor afgezocht om ergens zo'n dop te kunnen bestellen. Zulke zuigers, die zouden wij best terug willen kunnen zetten in een oud voertuig waar het heel moeilijk is om nieuwe onderdelen te verkrijgen. Echter, als wij een complete motor moeten reviseren volgens fabrieksspecificaties, zoals we eigenlijk gewoon zijn als we voor spoorwegen of andere grote klanten moeten werken, dan wordt dit uiteraard wel vernieuwd. Dan wordt er niet teruggeplaatst zo in de motor. Want dan kan je toch nog wel eens problemen krijgen met veel financiële gevolgen. En dat willen we natuurlijk niet. Ja, inderdaad. Dus, maar voor zo'n oude tank, een stukje hobbywork die misschien een paar keer per jaar moet rijden, dan kan hij wel terug. Zolang als je de maat goed is en je bent niet door de slijt of door de looplaag van het lager heen, dus dat je bijvoorbeeld bij een drie lager lager op het koper kijkt, dan zou je die ook terug kunnen plaatsen. Maar uiteraard wel onder de conditie dat er geen slijtage op het loopvlak zit. En uiteraard goed poetsen, dat die lekker glad is. En dan, maar bij een standaard revisie wordt dat altijd vernieuwd. Lager. Als je een drie metaal lager hebt, dan is de onderlaag van staal. Daarop komt een bronzen laag en daarop een Babbitt's looplaag. En als die is maar een paar tien dik. En als die uitgesleten is, dan kijk je op de koperkleur van de laag die eronder zit. Ah, oké, ja, dat zie je heel echt duidelijk. Dan ben je echt door de laag heen. Ja. Als je echt versleten. Ja. Oké. Okay. Kijk, want deze lagers, die brede, die krijgen het natuurlijk nog harder voor het kiezen. Want die vangen veel meer klappen op, die zijn ook zwaarder.
Dan zal dit keer in drie lagen lager zijn. Volgens mij is het een soort aluminium lager. Even kijken of ik een schaapstaaltje heb. Even kijken wat of het een drie lagen lager is. Kijk, als je nou goed kijkt, dan zie je daar de koperkleur voor de dak komen. Zie je dat? En zo gauw als deze echt versleten is, dan ga je door die bovenste laag heen en dan kijk je op het koper. Maar in dit geval is dat niet in de orde, dus dat ziet er goed uit. Zou ik in dit geval voor restauratie, zou ik dat gewoon hergebruiken. Dus bij normaal gebruik wordt die daar natuurlijk het zwaarbelast. Ja. Het is wel altijd apart als een motor vastloopt, heb ik altijd de indruk dat hij breekt hier af en hij trekt hem eigenlijk, hij trekt de drijfstang uit elkaar vaak. Hè? Of hij duwt hem krom. Ja, maar dan is hij vaak al eerst al gebroken en houdt hij hem dan kapot, heb ik de indruk. Nou, wat vaak gebeurt is als hij vastloopt, dan wordt die kop hier helemaal compleet warm. Ja. Met als gevolg dat die bout los gaat zitten, of die moer los gaat zitten. Dat je uitzet. En dan loopt die moer loopt los. En dan krijg je op een gegeven moment de klap. En dan breekt je als het ware zo open. Ja, en dan staan deze bouten er helemaal krom in. Dan staat die kap zo helemaal los. Maar dat die bouten loslopen, dat is bijna nooit een gevolg van dat die niet vastgedraaid is. Vaak wil het wel eens omdraaien. Als die bouten, dan zeven die bouten zijn losgelopen en daar is het kapot gelopen. Maar vaak is het zo, hij loopt heet door de brekkige smering. En dan gaan de bouten los zitten. En door het trillen lopen die dan in no time, lopen die moeren eraf. Ja. Dus het is vaak een gevolg en geen oorzaak. Ja, het is een artistiek. Oei. Toen dit gebeurde, toen had hij een minder pret, denk ik. Ja. Nu is het wel een mooi aandenken. Nu zo, ja. Deze was ook wel uit elkaar gelopen dan eigenlijk. Of, want die is wel echt, hoe krijg je die zo krom joh in een blok? Dat is echt, dan is die zuiger helemaal kapot gegaan eerst of zo. Ja. Dat moet bijna wel. Maar toen heeft hij hem hier, want hij heeft hem hier gewoon geraakt en heeft hij hem gewoon zo omgebogen. Die liep waarschijnlijk nog gewoon, als ik zie hoeveel dat hij geklauwd heeft hier overal. Ja. Die heeft gewoon liggen klapperen daar in die cilinderbus. Dat is bezig, ja. Ja, dit ook joh. Oh. Ja, ik hoop dat deze zo zijn binnengebracht en niet dat de motor was gereviseerd was. Dan heb je toch wel iets uit te leggen. Nou zeg. Ja hier, maar hier, want hier is het helemaal misgegaan. Hier heeft hier al geen goede smering gehad als je dat ziet. Vermoedelijk is hier gewoon de zuiger van stuk gelopen. Ja, misschien gewoon die zuigerpen vastgelopen. En toen kapot. Die zuiger boven blijven staan. En dan tikt je erop tegenaan en dan haalt je hem gewoon krom. Ja. En dan gaat het in no time, hè? Want die. Ja, zeker. Dan loopt hij zoveel toeren rond. Dat is maar eventjes en het is gebeurd. Ja. Hij is zo een heleboel keer daar geweest, natuurlijk. Ja. Nou, dit ook, want hier heb je echt flinke vreedsporen in de lager. Dus dat zou wel eens het probleem geweest zijn. Misschien. Dat zou kunnen, het pen dus loslopen. Vaak is het ook gewoon geen olie, denk ik. Hè? Gewoon echt geen onderhoud en dan dingen kapot lopen zonder olie. Ik heb al veel motoren gehad waar dat gewoon geen olie meer in zat. Als ze niet goed gereviseerd zijn, zal ik maar zeggen, dan komt het eigenlijk al meteen uit. Binnen een week of twee weken, dan heb je al het er allemaal aan. En een beetje dikker kijk dat de huismaat wat je in zit rond en recht is. Ja. En eventueel de gat een beetje opruimen. En dan een zogenaamde overmaat geleider maken. Ja, dan die erin persen. En dan die erin persen. Ja, ik las in de reacties al dat we terug moesten lijmen. Maar ik denk dat kan nog wel eens heet worden, zo'n klep daar. En dan laat die lijm daar los en is die weer los. Ja. Ik zou hem niet zomaar terug lijmen. Ik zou kijken. Ik denk persen. Dat daar waar die dop zit. Misschien lange boringen. Ja, hij valt er zo doorheen. Ja, die lag los. Ik was met die kop bezig en je kunt die kleiders zien zitten. Het is niet zo dat ze los moeten zitten. Nou, dat denk ik niet, want deze komen er zomaar niet uit. Ja, maar het kan wel zijn dat ze aan de andere kant opgedrukt worden door de klepveer. Oh ja. Ja. Dat zou nog wel kunnen. Dan moet je die kleine... Ja. Nou, ik denk toch niet eigenlijk. Ik moet deze moeten. Ja.
die kleine veer zou dan daarop moeten dragen. Ja, maar dit is nog. Hij heeft geen zadel waar die op staat. Hij ziet, die gaat er overheen. Zie je dat? Er zit geen onderschotel op. Nee. Nee. Ook geen shields, hè, daarop. Nee, maar daar. Gewoon geen klepsteelrubbers. Ja, maar een beetje milieu, olie verbruiken, maar roken was toen de tijd nog niet zo in de orde, denk ik. Nee. Ja, ik zou een iets overmaat pleider draaien en dan erin persen. Dan kan je er natuurlijk nog wel Loctite om doen. En dan bekom je in ieder geval dat je eruit gaat. Ja, dan zou je die dan, nadat hij geperst is, zou je hem dan nog een keer moeten ruimen als hij in de kop zit? Want dan krimpt hij misschien een beetje. Nee. Ja, maar zoveel klemspanning zou ik hem niet geven. En je kan hem eventueel als nodig is met een ruimer nalopen, maar dat kan best wel meevallen. Ja. Het aanladen van de kleppen, dat dit niet vol kogel zit en dat daar aan jouw klep kan je vreten. Oké, joh. Eigen schoot schermkapje heb je dan. Ja. Maar dat hebben eigenlijk alleen in de uitlaten hebben dat. Deze die kunnen we in ieder geval niet hergebruiken. Daar kan je geen fatsoenlijk draagvlak voor de klep meer in frezen. Die ook niet. Deze ook niet. Dit is twijfelachtig. Ja. Ik ben bang dat er niet echt gegevens meer voorhanden zijn. Dan zul je ze allemaal wel moeten vervangen. Nou zie ik wel, zo te zien, dat die klepzittingen erin geperst zijn en dat naar de rand het aluminium omgepelst is om te zorgen dat die klepzitting er niet uitkomt. Nou is je niet gepelst, dan is je breder. En hier hebben ze met een apparaat bovenop gestuikt om dat materiaal een beetje om te zetten dat die klepzitting er niet uit kan vallen. Inderdaad, joh. Ja, die klepzittingen, dat zijn eigenlijk stalen ringen. Die zitten in die aluminium kop geperst. Ja. Maar ja, om te zorgen dat ze dus niet uit kunnen, hebben ze ook hier nog een keer de aluminium opgestuikt. Tot daar nog een keer op te persen. En je ziet hier ook een afdruk van het gereedschap waar ze het mee gedaan hebben. Ja. Dus daardoor is de aluminium hier wat dikker geworden. Dat het eigenlijk over die stalen klep heen zit, zodat hij er niet uit kan. Dus als ze die willen vervangen, dan moeten we daar ook weer iets op bedenken om dat weer terug te doen. Je kan het ook goed zien. Ja. Ja, dit is wel zo, ja. Bij de moderne motoren, daar wordt er niet gedaan. Daar wordt er alleen ingeperst en daar doen ze geen pelsrandje of niks eromheen zetten. Dus ik denk, als ze ze gewoon eruit halen en terugplaatsen met de juiste klemspanning, dat het dan ook goed is. Want het zijn vrij hoge klepzittingen, dus ik ben er niet bang voor dat het die dan uitkomt. Ja, oké. Okay. Nou, dat valt nog wel mee dan. Ja, de deze is ook slecht. Ja. Ik denk dat in de praktijk erop neerkomt dat je alle klepzittingen moet vervangen. Dan kan je alle kleppen weer naar de juiste goede diepte brengen. Ja. En dan de geleiders uiteraard controleren. En als die andere geleiders ook slecht zijn, dan niet alleen diegene die los is vervangen, maar allemaal vervangen op. Als ze echt los zitten, dan hoor je dat wel. Dat lijkt in ieder geval allemaal vast te zitten. Nou, de kleppen die zijn onderin hier, waar ze het meeste gevoeligste zijn voor slijtage. Dat heeft hij vermoedelijk in de werkrichting, is hij 17,9 mm. En de haaks erop is die ongeveer 17,95. Dus er zit ongeveer een slijtage van 500 mm in. Zal ik hem eens afstellen op de maat van de klep wat die, ik denk, origineel was. Dan ga je die, stel je die meetblok af en dan kun je dan die bus, die klepgeleider mee. Ja. Oh ja. Dus je stel hem nou af op de maat van de klep. En dan kun je precies de speling meten van de klepsteel in de geleider. Dan heeft hij ongeveer 7/8 onze speling.
Ja, dat is ongeveer dat. En als je nou in de werkrichting zo meet en dan helemaal bovenin, wat je mee slijt, dan zit je aan een speling van 1500ste tot misschien helemaal bovenin zelfs wat 2/10. Voor de inlaten, dus dit in ieder geval. Die is iets beter. Die is nog niet zo slecht. Nou, de kleppen. Ja, er zitten er een aantal bij die slecht zijn. Ze zijn niet echt ingeslagen, dus... Dat denk... is ingeslagen is echt gewoon dat is normale slijtage dan eigenlijk. Ja. En dan als krijg je dan... echt een kraag erin. Ja, een paar kan er echt hol staan. Ja, ja, ja dan kan je eigenlijk kan je zien of kan je koelen met je nagel of zo misschien. Ja, dat kan je heel goed zien. Dan, die heeft een streep. Ja, en als je dan zo'n klep gaat slijpen, dan moet je zoveel wegslijpen dat dit randje hier, dat wordt dan heel erg dun. Ja. Met als gevolg is dat het dun wordt en dat die klep door gaat trekken. Dus je gaat dan zwaar, deze rand blijft staan elke keer en de middelste gaat elke keer verder omhoog. Ja, dus dan krijg je dit vlak, dat wordt dan eigenlijk zo. Ja, 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 ja. Nou, deze zonnekop ziet er nog niet echt zo slecht uit. Ja, dat is die kleppen die zien er minder erg uit dan de zittingen, heb ik het idee. Ja, dat klopt. Maar komt dat het deze gehard zijn dan? Of dat dat materiaal daardoor toch beter tegen het roest bestand is? Ja, kijk, daar zal gewoon een staal soort van giet, bijvoorbeeld een gietijzeren klep in kunnen zitten. Die een vrij makkelijke roest en door water aangevreten wordt. En dan, terwijl dit natuurlijk al een stuk hoogwaardige staal is, dat niet zo snel roest. Ja, maar daar zie je wel die rand trouwens. Hier heeft hij wel weer ingevreten, dus deze klep die is afgekeurd. Dit kunnen we wel zien hier. Hè. Deze is ook ver ingeslaan. Die ook. Dus ik denk dat deze 6, die zou ik wel adviseren om te vervangen. Hé, hey, dat is trouwens wel interessant, want dat is nou van één kop heb je daar eigenlijk allemaal, dat zijn de inlaten denk ik hier, en de uitlaten. De inlaten. Ja, alle inlaten zijn daar uitgesleten. Ja, ik kon ook wel op de één kop terugzien, die is ook veel meer de klep zitten aangevreten dan de andere kop. Ja, ja want één kop is volgens mij vervangen geweest. Ze hebben een keer een andere kop opgezet. Ja, uitlaatkleppen lijkt me toch allemaal redelijk goed. Dus ik denk dat die door slijpen wel te redden zijn en dan terug te plaatsen. Het wordt uiteraard wel de stelen meten, maar dat ziet er eigenlijk ook allemaal op het eerste gezicht goed uit. Dus ik denk dat je 6 nieuwe inlaatkleppen nodig hebt. Ja, 6 nieuwe inlaatkleppen en die andere slijpen. Ja. Dit is niet echt een olieschaaf meer. Zoals je het bij de huidige motoren kennen. Ja, dus die zuigerveren sowieso vervangen natuurlijk dan. Ja. Ja, die bovenste zuigerveer is een trapeziumvormige veer. Dubbel trapeziumvormig. Of we moeten kijken of we dat zuigerveer weer kunnen krijgen. Als je nou te ver uitgesleten is deze groef, dat kan ik zo niet bepalen, dan zou je hem in de plaats van een trapeziumvormige veer op kunnen steken en dan een rechte veer opzetten. Ja, ja, ja. Dan neem je in de draaibank en dan die groef steken en dan... Ja, en dan gewoon een rechte veer monteren als er niet aan te komen is. En die tweede veer, dat is ook een trapeziumvormige veer. En dan kan je wel zien dat die aan de zijkant hier best wel een beetje uittulpt. Wat hoe ligt die trapeziumvorm dan? Is die dan zo? Of, Als je op dit deelvlakje kijkt, dan is dat zo. Dus die groef, als je hierboven kijkt, die loopt zo. Ah, oké. Okay. Dus hij is dan aan de buitenkant is die breder dan aan de binnenkant. Ja, okay, hetzelfde als het beest daar. Oh, ja. Inderdaad. En die andere zijn gewoon wel recht. Deze is, gewoon een, dit is wel gewoon een rechte veer. Dit is ook een gewone rechte veer. En deze ook.
En dan zouden we voor deze wel, zou ik dan wel neusveertjes opzetten. Maar ja, je moet eerst even kijken als erachter kan komen wat de originele veerbezetting is. Ja, een neusveertje, dat is wat daarin zit. Zo. Ja, ja, ze noemen het eigenlijk een minutenveer. Dat is een veer die daar van dit vlakje, niet haaks heeft op dit vlak, maar daar staat het ware iets overdreven zo. Dus gewoon een rechte veer is er zo haaks. En bij een minutenveer dan loopt hij iets zo. Dan heb je eigenlijk zware, dan gaat hij eerst onderslijten. Dus daar komt een soort heel klein beetje een schraappuntje voor over. Ja, 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 ja. Dus dan is eigenlijk het vlak wat, is, ja, wat tegen de cilinder aan ligt, is dan niet evenwijdig. Ja. Zo moet je zeggen. Ja, niet haaks op, de, op dit vlak. Op de groef, ja. Ja. Okay, dat kan ik wel een beetje zien. Kijk, want hier is je aan de onderzijde versleten en aan de bovenzijde niks. Zie je dat? Hier onder blinkt hij. Daar heeft hij contact gemaakt met de zuiger. Ja. En aan de bovenzijde heeft hij geen contact gemaakt. Ja, dus dat vlakje staat iets zo, om zo maar te zeggen. En dat geldt ook voor deze, zie je? Ja, ja, ja. En deze ook, die derde. Inderdaad, dat is goed om te weten. En die zijn altijd op die manier erop gezet, georiënteerd. Als ze altijd met de dunne kant naar boven zitten. Ja, want anders gaat die olie pompen naar boven. Je moet de olie dan net afschrapen naar beneden. Ja, precies. Nou, ik kan me voorstellen dat hieronder dat ze zo zitten. En dat die voor de olie beneden houden zijn. En dat die misschien voor... Deze twee zijn voor de compressie en die drie zijn voor de olie. Op de zuigerveer. Kijk daar of er een code in staat dan. Ja, vaak er staat of een merktekentje op of er staat top op. Maar dat wil dan zeggen dat die zijde van de zuigerveer naar de top van de motor moet zijn gekeerd, naar de top van de zuiger. Om te voorkomen dat de monteur ze zo opzet, want dan gaat hij net verkeerd omwerkt en het olieverbruik en moet zo zitten. Ik denk dat deze misschien wel top geweest is waar hier staat. Net even gekeken, dan heeft hij net opgepoetst en er zit inderdaad een soort van merkteken op, want het is dus heel belangrijk hoe je zuigerveren monteert. Want ze zijn dus niet gewoon rechthoekig, maar ze kunnen dus allerlei vormen hebben. Zoals je net zei, die bovenste een trapeziumvorm, maar deze is dus ook schuin. De kant die tegen de cilinderwand zit, die zit niet evenwijdig aan de cilinder, maar die zit een beetje onder een hoek. En hij zit dan eigenlijk met de grote diameter zit aan de onderkant. Zodat hij eigenlijk zorgt dat hij de olie naar beneden schraapt. En ja, als je hem dan andersom monteert, dan gaat hij juist de olie naar boven toe pompen in plaats van terug. Dus dan krijg je extra veel olieverbruik. Nou ben ik wel benieuwd, dan misschien zitten ze bij de type 69 wel een paar verkeerd onderin, hoor. Dat zou me niks verbazen. Ja, dat kan. Dan gaat wel je olieverbruik. Ja. Hij loopt goed. Als op lekkage van verbrandingsdruk naar, ja, waar zit nog meer omheen? Ja, gewoon naar buiten. Naar buiten hier liggen rubbers tussen en hier tussen zit eigenlijk gewoon een kier. Ja. Dus die verbrandingsgassen kunnen gewoon zo, ja, die kunnen gewoon ontsnappen hier. Oké, nou, we hebben de onderdelen bekeken en ja, de cilinderbussen die moeten we dus gaan vervangen. Ja, de drijfstangen, lagers, zuigers, die kunnen we hergebruiken. Nou, was eigenlijk wel het advies om de lagers en de zuigers eigenlijk wel te vervangen. Dat is normaal wel een beetje hoe jullie werken, toch? Normaal gesproken zou je het allemaal vervangen. Normaal gesproken zouden we alles nieuw terugplaatsen en echt nog een motor volledig als nieuw opbouwen. Maar een project als deze, dan snappen we ook wel dat en niet alles te krijgen is en qua kosten, dat je het een en ander moet hergebruiken. Als het nog goed is en het valt in de toleranties, ja, dan zou ik het in dit geval terugplaatsen, ja. Ja, ja, nou is zuigerveren wel vervangen dus. Ja. Ja, dat is met de nieuwe cilinderbussen wel beter. Nou, de cilinderkoppen. Maar ja, dat is wel nog een dingetje natuurlijk. Veel klepzittingen die slecht zijn. Eigenlijk het advies om ze allemaal te vervangen, hè? Ja, alle klepzittingen vervangen. Ja. De klepgeleiders. Dat is ook een keuze die je moet maken. Het beste is, en wat we normaal zouden doen als wij gewoon een motor moeten leveren met garantie, dan zouden er nieuwe klepgeleiders in komen. Ook in dit geval, het zit aan de grens wat toelaatbaar is. En als je het ziet als een stukje restauratie of als reparatie, dan zou je het kunnen laten zitten, want het is natuurlijk wel een dure hobby. Ja, dat dan weer wel. Ja, de kleppen, dat was eigenlijk aan één cilinderkop
De inlaatkleppen allemaal slecht, hè? Ja. Ja. Ja, dus daar hebben we de 6 die we moeten vervangen. Die andere zouden we kunnen slijpen. Die zouden we kunnen slijpen en dan straks weer de klep opnieuw frezen, dat je een goed raakvlak hebt met je midden. En dan kun je het netjes afdicht en dan heb je daar verder geen probleem. Ja, oké. Okay. Ja, super. Dan ga ik eens even kijken waar ik onderdelen kan bemachtigen. En dan komen we graag terug als ze erin moeten eigenlijk. Dat is goed. Dan doen jullie dan. Heel leuk testbank, hè? Ja. Kunnen we kijken hoe goed die echt is als die in elkaar staat. Of dat de draagstangen naar buiten komen dan. Dan ligt er wel wat druk bij jou op, ja. Ja precies, ja. Okay. Hey, even een rondje kijken misschien. Ja, laat maar doen. Dus veel te zien nog, hè. Dus. We kunnen even rondgaan. Wat een leopardmotor te zien dan net. Nou, Jan, dan hou ik jou niet verder van je werk, hoor. Af. Bedankt voor je advies en we zien elkaar binnenkort weer, denk ik. Ik hoop dat je er iets van hebt. Ja, sowieso. We samen iets leuks te maken. Dan gaat het goed komen. Dat denk ik wel. Ja? Hey, oké. Dan ga ik even een rondje kijken. Goed, bedankt. Yo, dank je. De af is brute, meneer. Ja. Dikke turbo's, moet je kijken. Hier, intercooler. Die is vloeistof gekoeld. Kijk dan. Nou, deze motor die wordt nou net binnengebracht. Ja, zo komt hij net uitgebouwd uit de lok, tijdig uitgebouwd voor ons. En nu de werkplaats ingereden. En nu gaat de revisie beginnen. Dit zal een W5 worden, dus de krukas blijft zitten. Hydrauliek pomp aan de zijkant gaan we wel doen. En over een week of 5 staat hij erbij zoals de blauwe, verderop in de film. Dit is de MTU-396. Een van de meest voorkomende motoren bij ons intern. Wij doen er denk ik 15 tot 20 per jaar voor de spuur van de railway. Ze komen bij ons binnen. Ze hebben twee opties, eigenlijk 3 opties. Ze kunnen voor een W5 of een W6, dus een periodieke revisie kunnen ze binnenkomen. Dat is om de 5 jaar of om een x aantal kilometers. Of voor een herstelling. Bij een W5 laten we de krukas zitten. En ook dus de laag zitten, maar verder gaat hij helemaal kaal. En bij de W6 komt het rijwerk er ook uit. Of de klant meldt hem aan voor een kleine herstelling en dan is het net afhankelijk van de klacht wat we mogen doen en wat we gaan doen. Maar zoals je ziet zijn we deze net aan het demonteren. Deze is vorige week binnengekomen. Pan is eraf voor kort onderzoek. Uitdaten zijn eraf, turbos zijn er al af, brandstofpomp is al eruit. En zo wordt hij eigenlijk helemaal gedemonteerd. Elk onderdeeltje wordt gereinigd en geïnspecteerd. De monteurs vullen de meetrapport in en aan de hand daarvan brengen we aan de klant een advies wat we nou echt willen gaan vervangen. We kunnen wel even naar eentje toe lopen die net niet helemaal klaar is. Ik wil vragen over die krukas. Je zei bij één type motor laat je de krukas zitten. Ja. Dat hebben wij nou ook bij die BNP motor gedaan, omdat die krukas, daar heb je allemaal speciaal werktuigen voor nodig om die weer terug erin te krijgen. Is dat hier ook bij? De koppeling wordt bijvoorbeeld opgeperst met 2800 bar. Dus dat zijn wel extra handelingen die het ook een duurder proces maken als je de krukas eruit pakt. Dan heb je alle afdichtingen en de regels ook. Haal je de drijfstangen eraf en de krukas eruit, vervang je ook alle lagers. Dus de klant kan er echt voor kiezen om te zeggen, nee, deze revisietermijn doen we het niet. Over 5 jaar doen we het wel. Ja, oké. Okay. Maar het is niet dat die krukas op speciale manier moet worden uitgelijnd. Want dat is schijnbaar bij die BNP motor het geval. Dat is bij waar we net naar hebben gekeken. Ja, precies. En die heb je er ook bewust in laten zitten. Ja zeker. Okay. Ja, die hebben de manier. Dat was niet eens speciaal in de zin van een revisiebedrijf die dat moet doen, maar echt een specifiek BNP-motoren ingericht revisiebedrijf. Dat is echt een heel speciale machine schijnbaar. Dan zou ik hem ook altijd laten zitten, ja. Ja, dat was ook de keuze. Nee, maar daarom, ik was benieuwd of dat hier dan ook bij was misschien. Maar dat nee, is, het is niet. Gebleken aan de betrouwbaarheid van de motoren dat het niet elke periode hoeft. Niet elke revisieperiode hoeft de krukas eruit. De betrouwbaarheid blijft hetzelfde. En vandaar dat ze periodiek kiezen voor de ene W5 en dan 5 jaar later een W6 en dan weer een W5 en dan een W6. Een afwisselende revisieprotocol. Ja, je zei over protocol gesproken, want voor de spoorwegen dat is heel streng. Dus. Ja, zowel voor de spoorwegen als voor onze ISO-normen. We hebben de 9001, maar we hebben ook de TS 22163 uit mijn hoofd.
En die is heel specifiek de 9001, maar dan een stapje zwaarder nog. En eigenlijk eisen onze klanten dat we daar aan voldoen, ja. Dus ja. Dat we altijd zorgen, dat betekent dat alles wat je demonteert gemeten moet worden. Het moet aan de fabrieksnieuwe normen worden gecontroleerd. Wijkt je daar vanaf of net buiten tolerantie meteen vervangen. Ja, ja, als zo'n locomotief kapot gaat, dan dat kost bergen geld meteen, ja, natuurlijk. Elke dag stilstand, ja, kost een hoop geld. Dus dat is ook om het uit te sluiten, inderdaad. En eigenlijk als de motor hier weggaat, moet die nieuw zijn zoals hij uit de fabriek komt. Die garantie geef ik ook aan mijn klant. Dus wij hebben dezelfde garantietermijn als die bij de fabriek wegkomt. En hij moet gewoon als nieuw functioneren. Ja. En dat kan alleen maar door alle delen te vervangen. We kunnen even naar eentje toe lopen die we onlangs klaar hebben gemaakt. Die vanmiddag wordt opgehaald. Nou, dat is misschien wel leuk om te zien hoe die er na het proces uitziet. Onze streep is altijd 4-5 weken revisietermijn. Deze heeft een W6 gehad. De stukkers is eruit geweest. Hier zit eigenlijk alles nieuw in. Hij krijgt een mooi kleurtje mee en hij gaat naar de klant. Daar hebben we toevallig vanmiddag opgehaald en dan zo snel mogelijk ingebouwd in de locomotief waar hij voor bestemd is. En dan hebben we misschien leuk hiernaast, hebben ze een grote broertje staan. Hier heb je het over een 3,9 liter per cilinder. En zo'n grote broertje heb je het over 9,5 liter per cilinder. Hier heb je het over 1200 kilowatt. Hiernaast heb je het over 2200 kilowatt. Dus ja, er zit net wat verschil in power en in grootte. Maar het zijn beide schitterende motoren. Hoeveel liter is je in totaal dan? Want het is ook een V12, hè? Ja, 12 keer 9,5. Iets minder dan, het zal iets meer dan 110 liter zijn, ja. Oh. Hier, joh. Echt een serieuze knaap. Hé, maar er zijn allebei voor locomotieven dus? Ja. Deze? Ja, beide gaan in de locomotief, ja. Want zit er in zo'n locomotief dan twee van die motors of zo? Of is het echt gewoon een kleinere? Nee, het is echt een kleinere locomotief. Er zit een generator aan vast. En eigenlijk is het een diesel-elektrische locomotief. Oh ja, ja. Maar het zijn gewoon twee typen locomotieven. Deze is iets ouder dan deze. Zo, echt een grote knaap, hè, zoiets. Ja, dan stelt jouw BNP-motor weinig voor. Nee, ik zei al, dat is net een brommermotor dan, hè, in verhouding. Ja. Ik ja. vond het al een heel ding, maar dit is wel echt helemaal groot. Zo. Deze is mooi, deze is ook een gehoond allemaal al meteen. Deze staat nou klaar om op te bouwen eigenlijk. Ja, ja, dit is eigenlijk de tweede van de zo'n grote. En dit is de volgende die we gaan opbouwen, ja. Zo, kijken. Eigenlijk ben je helemaal terug naar de basis gegaan. Alles eruit en dan langzaam terug opbouwen. En zie je de zuigers staan. Dat zijn ook niet de minste zuigers, je moet kijken. Ja. Die zuigers die bestaan uit twee delen, zie je dat? Hier zitten die bouten. En daar zit eigenlijk de bovenkant van de zuiger. Want dit is staal, zo te zien. En de onderkant is aluminium, denk ik, hè? Ja. Met de nieuwe zuigerveren. En dan is die eigenlijk weer zo goed als nieuw. Dit zijn pakkingen die hebben jullie zelf gesneden dan? Ja, we hebben zelf een lasersnijder. We hebben jongens die handig zijn met 3D-tekeningen. Die tekeningen de pakkingen. En die snijden we dan zelf in de lasersnijder eigenlijk. Verschillende diktes. Volgens mij kunnen we tot 1,5 meter groot. Tot 2,5 meter denk ik zelfs. En vaak bij dit soort motoren is of bijzonder lange levertijden. Of het is heel moeilijk te verkrijgen. En ja, je wil eigenlijk niet een 8 maanden stilvallen op de levertijd voor een pakkentje. Nee, nee. Dus is het eigenlijk de beste optie. Ja, en zelf kloppen, daar ben ik ook nogal een tijdje mee bezig. Ja, nee. Laten we met de tijd meegaan en... Ja. Precies. Snijden, ja. Ik heb toevallig pas eentje geklopt. Ik deed eigenlijk over. Oh, dat is een goede vraag om aan jou te stellen. Misschien weet jij dat ook wel. Ik gebruik eigenlijk overal bijna vloeibare pakking voor. Ja. En nou zei de kijkers, die zei, maar waarom klop je geen pakkentje zelf? En dat heb ik dat laatst gedaan. Maar dan vroeg ik me eigenlijk af wat het nou... Want ik zag dat jullie hier en daar ook wel vloeibare pakking gebruiken. Wanneer gebruik je nou de papieren pakking? Wanneer gebruik je de vloeibare pakking? Dan gaan we dan zo meteen aan Jan even vragen. Ja, ja, daar ben ik benieuwd naar. Want het is vloeibaar is wel makkelijk. Ik bedoel, we treffen een frutje op en plakken het er tegen en klaar. Ja. Terwijl als zo'n ding om moet kloppen, dan ben je wel even bezig dan. We krijgen ook wel eens motoren waar een liter vloeibare pakking zit. Ja. Dan merkt het helemaal verrechts natuurlijk. Ja, ja, dan zit het ook allemaal aan de binnenkant van het blok en zo. Ja, ja. Ja, daar wil je het liever niet hebben. Nee, laten we die vraag zo aan Jan stellen. Ja, daar ben ik benieuwd naar. Ja, dit is wat ik net bedoelde met de meetrapporten voor je ISO-normen. Elk deel wat eruit komt, moet gemeten worden. Je ziet dat de drijfstangen gemeten zijn. Met een bepaalde clearance die je mag hebben, die zie je alle maatvoeringen die ze op verschillende punten hebben gemeten, die dan hier uitgelegd zijn waar ze moeten meten. En zo doen we dat eigenlijk voor de hele motor. Overal wordt alles wordt gedocumenteerd en vastgelegd voor de klant.
Ja. Dit is goud waard. Hè? Als je aan zo'n motor aan het werken bent, je hebt gewoon al die informatie gewoon compleet met de maat en de dingen. Je kunt alles controleren op die manier. Alle instructies hoe het gemonteerd moet worden. Ja, want dit zijn, jullie doen heel veel dezelfde motoren, maar je hebt ook wel eens een keer dat je een speciaaltje binnenkrijgt natuurlijk. Ja, maar in deze hal hebben we eigenlijk twee types, denk ik. Dat staat een aardig speciaaltje, dat bijvoorbeeld. Dat is een van de speciale, ja. Ja, we doen voornamelijk een twee soorten railmotoren en een hele hoop kleinere. In deze hal doen we eigenlijk alleen boven de 1000 pk, tot 3500 kilowatt. En dit zijn eigenlijk veel als standaard motoren voor ons, maar ja, er schiet er ook wel eens een tussenin, ja, of ja. Tussendoor. Ja, voor die standaard motoren heb je natuurlijk al documentatie, maar hoe doe je dat als je de documentatie gewoon niet hebt? Ga je dan is echt altijd documentatie te vinden. Ja, dan ga je gewoon echt alles afzoeken tot je het ja, hebt. En bij dan, de klant, bij de fabrikant, bij andere bedrijven, de diepste internetpagina's afzoeken. Uiteindelijk zul je ergens documentatie vinden. Ja. Zonder documentatie kun je ook niet de garantie geven dat het goed is. Nee, dat is zeker waar. Je hebt bepaalde maatvoering nodig om te zeggen dat iets wel of niet afgekeurd moet worden. Ja, want elke fabrikant heeft ook zijn eigen eigenaardigheden om dingen te borgen en vast te zetten. Daar ben ik achter gekomen. Exact, ja. We hebben hier en daar best wel dingetjes gehad die we uit elkaar moesten halen. Dat echt ja, gewoon heel veel tijd heeft gekost. Echt eruit te puzzelen en uit te vogelen hoe het dan uiteindelijk zat. Dan zijn dat soort boeken, de workshop manuals, zijn wel goud waard. Ja. Ja, als je een bepaalde borging niet snapt hoe het werkt, of dat links of rechts de draad is bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk allemaal beschreven natuurlijk. Dus dan eigenlijk willen we altijd op zoek naar documentatie. Zonder documentatie wil ik eigenlijk ook niet aan beginnen. Nee, en speciale gereedschappen, hoe doe je dat? Heel veel zelf maken ook? Of, veel zelf maken, maar ook aanschaffen. Ja. De kanten geven op een gegeven moment wel dit soort speciale gereedschappen ook uit. Ja, en dan kopen we, schaffen ze aan. En zeker voor motoren die meerdere keren terugkomen, heb je het gewoon nodig. Ja. Ja, je leent het bij collega bedrijven. Ik bedoel, dat kan ook altijd. Maar zoals die is inderdaad een klein uitschietertje. Ja, laten we even kijken daar. Duikbootmotor. Ja, en, maar gaan jullie deze ook uit elkaar halen nog? Of nee. Is het de bedoeling om toch zo voor de heb en dan zo doorschuiven toch? Ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling, ja. Ja, showroom model. Hij is afkeur, staat erop. Ja, dat hebben ze voor de grap aangehaald. Ja, inderdaad. Ik denk ook niet dat hij op dit moment zou starten. Nee. Als je daar eens in kan kijken in die cilinders, hebben jullie erin gekeken? Nee, toevallig. Nee, gewoon binnengezet? Ja. En als we nou echt een keer tijd over hebben en zin, dan denk ik dat hij toch helemaal uit elkaar gaat en wie weet draaiend gemaakt, maar die is wel. Dit is echt een hobbyproject. Wat jij doet met hobbyen met banks en BNP, dan is dit denk ik voor ons een hobbyproject. Fantastisch ruikt binnen en zoiets. Kijk dan. Ja, het is een stukje historisch erfgoed bijna. Inderdaad, maar hij is echt van het Duitse onderzee. Staan er ergens jaartallen op dan? En als zo'n motor is dat je gewoon alles kan zien. Hè? De stangen die je daar ziet lopen zijn stotenstangen. Maar je ziet aan de bovenkant zitten ook gewoon de timelaars en zo. Die kun je ook gewoon allemaal zien. Hè? Ja. Oh ja, dat zijn die kraantjes. Dat is boot. Je ziet veel honderdduizend kraantjes over. Dan kunnen ze kijken welke cilinders ontsteken. Want die komen er op de bam uit. Ja, dat draait de kraan even reden open. Die is dat het allemaal doen. Kijk hier dan, die kennen we. Deze is volgens mij gewoon een luchtstarter ook. Doe een perslucht erop en dan start hij hem op lucht natuurlijk. Ja hoor. Ja, kijk maar, daarboven zijn de terugslagkleppen ook in, hier zo volgens mij. Je ziet die luchtleiding gaat aan de boven daar en daar zit volgens mij een terugslagklep gewoon boven op de kop. Oh, maar daar hebben kleppendeksels op gestaan bovenop, volgens mij. Daar zie ik wel een soort van dekseltjes ofzo. Die lijken wel gesmolten. Deze motor staat ook klaar, begreep ik. Ja. Maar deze is grijs en die is blauw. Hetzelfde motor, de kleur. Is dat een vraag van de klant? Of is dat, dat kan een vraag van de klant zijn. In dit geval is het een vraag van de klant. Wij deden ze tot 2 jaar geleden deden wij ze lichtblauw. Nadat ze bij ons weg waren gegaan. En sinds 1,5 jaar doen we ze donkerblauw. En dat is eigenlijk heeft dat te maken met alles wat donkerblauw is. Heeft een modificatie gehad op de uitlaatpakking. Deze motoren hebben eigenlijk een koude verbinding op de uitlaat en de kop. En daar ontstonden toch wel wat lekkages door en in samenwerking met de klant en met een ander partner hebben we een uitlaatpakking is er gecreëerd en die plaatsen wij nu. Dus eigenlijk om gewoon snel in de locomotief te kunnen zien, is het een gemodificeerde motor, ja of nee? Donkerblauw ja, grijs nee. Zo simpel is het eigenlijk. Oké, dus eigenlijk verbetert het eigenlijk zelfs dan? Ja, dat geldt dan voor deze klant niet. Deze wilde gewoon een lichtblauwe zoals wij hem vroeger deden, omdat ze, ik denk, alles in hun wagenpark of in hun vloot hebben ze lichtblauw, dus die wilden geen uitzondering. Maar voor onze grote Nederlandse en Belgische klant doen wij modificaties aangeven met kleuren. Oké, ik vroeg me het al af. Ja. Kun je in één overzicht zien welke modificatie er gedaan is en uit welk jaar het al die gerealiseerd is.
naast de stickers die erop zitten. Hier heb je de koude verbinding tussen de uitlaat en de cilinderkop. Geen koude ja, staal op staal. Oké, ja. Dus ja. Deze is de afgelopen anderhalf jaar, dan worden ze donkerblauw met een pakking. En de tijden daarvoor zijn ze nog lichtblauw zonder pakking. En dan weet en de klant, maar ook het onderhoudsbedrijf, wat het daagse onderhoud doet aan de locomotieven, meteen, oh, hier zit een pakking tussen, want hij is donkerblauw. Precies, ja. Ja, dat is handig inderdaad. Ja, dan kunnen mensen zo wel herkennen. Leiding. Hey. Ook gemarkeerd. Ja. Doen jullie dus ook toch gewoon altijd met van een lakstiftje? Ja. De aandrijfas van het locomotief. Ja. Ja, er hoort eigenlijk een set bij. Deze hoort eigenlijk aan een andere vast. Die komen vanmiddag terug. We zijn bij een partner van ons geweest. Er zit ook een omkeerrichting op. Wij doen zelf niks aan de wiel of aan de aspotten niet. De lagers vervangen we ook niet. Wij doen hier, hier zit een keerkoppeling in, of daar hoort er nog aan. Er zit gewoon een pinionwiel in met een aantal lagers. Die doen we allemaal vervangen. Gewoon een pinionwielen zijn gereengineerd, worden ook vervangen, want die zijn vaak defect. En wij doen eigenlijk alleen het stuk versnellingsbak. En dit deel laten wij door een partner uitvoeren. Oké. Het is een stomme vraag. Zit daar een differentieel in eigenlijk bij een locomotief? Dit zijn overigens de schijfremmen, hè? Hier. Ja. Zijn ook gekoeld. Kijk dan. Niet meer met blokken tegen de wielen zo. Ook dat doen ze nog steeds. Maar dit is de modernere variant. We hebben advies ingewonnen van de specialist. En we weten hoe het zit. Een locomotief heeft geen differentieel. Nee, dat zit hem gewoon puur in de vorm van de wielen. Kijk, je ziet het. De wiel loopt eigenlijk een beetje konisch, als het ware. Zie je dat? Dus dat wil zeggen dat de diameter hier groter is dan de diameter daar. Dus op het moment dat er een bocht komt, dan gaat hij aan de buitenkant, hè, het buitenste wiel, dat gaat meer naar binnen lopen hier. Dus dan gaat hij hier hoger, dan wordt de diameter als het ware groter. Waardoor dat hij dus een grotere omtrek heeft. Dus hier legt hij meer meters af. En aan de binnenbocht gaat hij juist meer naar hier lopen. Meer aan deze kant, waar hij die kleinere diameter heeft. Dus daar legt hij minder meters af. Zo zit dat. Dus hij heeft geen differentieel nodig, een locomotief. Ja, nou vertel ik dat net alsof ik dat echt al heel lang wist. Maar ik heb het net gehoord, hè? Dus dat is wel eventjes... Maar zo zit dat dus. Mooi. Weer iets geleerd. En hier worden de motorblokken gemaakt vanuit niks. Hè? Nee. Kijk hier. Het is wel een beetje een paar maten groter dan de draaibank die wij bestaan. Nou, dit is ongeveer het maatje wat wij bestaan. Ook al, we kunnen er ook al heel wat mee doen. Kijk, wat is dit? Is dit om te steken of zo? Of iets? Ja, volgens mij is het om te steken. Daar steek je spiebaden mee en zo. Om te vlakken? Ja, blokvlakken. Waar krukasslijpbanken staan. Tot 2,20 meter krukassen slijpen. Dat is deze? Ja. Oh joh, ja, dan kijk je dan. Ja. Er zit inderdaad gewoon een... Ik heb nooit zo'n slijpbank eigenlijk bekeken. Maar er zit gewoon een drieklauw in. Maar die kun je gewoon off-center zetten. Zodat je dan de kruktap die je wil gaan slijpen, dat die mooi op centrum staat. Ja, dan kun je hem inderdaad daarmee bewerken. Maar met die slijpstenen, die draaien er dan bij. Gewoon steen, ja. Dat is echt over cilinderbanken, cilinderstonen. Ja, want de hoonpatroon, dat is ook een goeie. We hadden op een gegeven moment zelf de cilinders gehoond, maar het is eigenlijk belangrijk dat je heel snel op en neer beweegt eigenlijk, want die moet 45 graden zijn bijna. Juist, ja. Ja, dat is het patroon, hoe schuin dat die hoonsporen moeten lopen. Ja, dus bij het hoon is het dus heel belangrijk dat die sporen eigenlijk behoorlijk schuin zitten. Dat kan je natuurlijk doen door die op en neergaande beweging en het toerental te regelen. Ja, wij hadden toen wij aan het honen waren voor die type 69, daar zei ook al kijkers, zei van ja, je hebt de snelheid van het draaien is te hoog. Waardoor dat eigenlijk de hoonsporen te vlak werden. Die moeten dus behoorlijk schuin staan eigenlijk. Ja. Dit is een powerpack.
Een frame wat compleet onder de trein hangt. We rijden in het oosten, noorden en ook in Limburg nog een x-aantal treinen rond. Die elke dag mensen naar school brengen. Die worden aangedreven door diesel. Zo pak je het powerpack pak ze onder de trein uit en zet hem meteen een gerealiseerde terug, waardoor ze eigenlijk maar een dag stilstand hebben. En in het powerpack zit de dieselmotor zitten, de complete koelergroep, de versnellingsbak en ook een generator. Alles in dit frame gebouwd en dan heb je eigenlijk plug and play. Maar die bouwen jullie volledig opnieuw op eigenlijk? Ja, we reviseren de dieselmotor, de koelergroep, het hydraulische gedeelte. We vervangen alle lucht, water en hydraulische slangen. De generator wordt gereviseerd, ja, eigenlijk alles versnellingsbak wordt gereviseerd en dan wordt het weer terug in elkaar gezet en naar de klant gestuurd. Dat is wel mooi, want je kunt daar helemaal testen en dan weet je gewoon zeker dat het echt goed is. Dus niet dat ze nou dan bij de inbouw de boel verknallen, om het zo maar te zeggen. Nee, we testen eerst de dieselmotor los op de koelstand en vervolgens ook het hele powertrack op de koelstand. Zo, ja. Ja, dat is mooi. Dat is inderdaad zoals bij die moderne voertuigen ook allemaal is natuurlijk. Ja, gewoon plug and play, snelheid. Nou, ik zie hier bijvoorbeeld ook zo'n grote setter zitten. Ja. Daar wordt hij gewoon elektrisch aangekoppeld. Ja. Er zit er verder ook iets voor de hydrauliek op dat het op zo'n manier is? Of dat zijn wel gewoon leidingjes? Ja. De hydrauliek wordt aangedreven door de dieselmotor. Met de motor en pompen. Vervolgens gaan die naar de koelergroep, waar hier het frame achter je ziet staan. Ja, er zitten die ventilatoren in daar. Ja, die ventilatoren aan de ronddraaien. Dat betekent dat die koelen. Dus hij kan stilstaan zichzelf koelen. Ja, ja, dat is zeker. Dit is wel mooi. Dit is helemaal, want dit zijn jullie helemaal opnieuw aan het opbouwen. Dit is gestraald en gespoten en alles. Ja, het frame is nu klaar. Dieselmotor is een 6 in lijn liggende motor, omdat hij natuurlijk beperkte hoogte kwijt kan onder een trein. Die reviseren en dan, nu wordt hij langs weer opgebouwd. Eigenlijk is dit net de tussenstap tussen complete demontage en de opbouw. Dat is eigenlijk deze stap. Maar is dit ook het wielstel meteen? Dat niet? Nee, dat het niet. Het is wel echt een aparte powerpack en die met een kardan drijft juist. Die... een automatische versnellingsbak. En die drijft vervolgens het wielstel aan, ja. Oké, ja, duidelijk. Wel mooi zoiets, hè? We kunnen helemaal opnieuw... Het zijn niet allemaal locomotiefmotoren. Nee, hier en daar doen we ook nog wel eens een oud dakje. Ja, een oud dakje zonder dat verkeerd te bedoelen. Een oudere dak. Kleinere industriële motoren inderdaad. Groot wegtransport doen we ook nog wel een aantal plus in. Er liggen een hoop dag 620, 825, 615 zelfs nog. Ook die, daar sturen we ook niet voor. Maar het is niet onze core business. Ja, maar die motoren die blijven gaan. Ik heb gehoord dat ze die DAF-motoren... dat die ook voor export heel veel weggaat, omdat je die nog kunnen ombouwen naar een oude brandstofpomp. De oude DAF-motor die wordt op dit moment in Nederland steeds minder gebruikt, vanwege emissie-eisen natuurlijk. Maar in andere delen van Europa, in Afrika en Azië, wordt die nog heel graag gebruikt. Hij is oersterk, ontzettend degelijk en je kan er bijna aan duwen. Dat is iets wat met de moderne dieselmotoren natuurlijk niet meer kan. Precies, ze zijn ontzettend populair, dus wij kopen ze nog wel eens op en knappen ze op en voornamelijk voor de export, ja. Je had het net over de emissie nog, want het wordt allemaal tegenwoordig steeds meer elektrisch en zo. Hè? Maak je daar wel zorgen over? Het is wel een ontwikkeling waar wij van bewust zijn. Ja. Treinen gaan ook naar dieselhybride ondertussen toe. Dus het zijn ontwikkelingen waar wij daar mee bezig zijn, ja. Precies, ja. Ja, want steeds meer dingen worden elektrisch en zo. En dat, brandstof, verbrandingsmotoren en met name diesel en zo, die liggen wel een beetje onder de loep steeds. Hè? Op dit moment is in Europa ongeveer de helft van het spoor geëlektrificeerd. Dat betekent dat op de helft van alle kilometer spoor in Europa kan een trein rijden met bovenleidingen. En op de andere helft zal je toch ooit diesel of dieselhybride locomotieven blijven gebruiken. Dus wij weten dat het een uitstervende markt is. Aan de andere kant is de markt ook nog dusdanig groot dat we houden hem nou net in de gaten. En we zijn wel bezig met een transitie. Daar kan ik niet te veel over vertellen. Nee, oké. Okay, ja, daarom was ik wel benieuwd. Dus jullie zijn wel echt aan het kijken naar de toekomst. Ja, en ook nog wel een stukje over dieseltechniek. We hebben 2 jaar terug DSP Polen opgericht. We hebben ook een pand in Polen en een werkplaats zoals deze, maar dan kleiner. We hebben DSP Polen opgericht nu. Wat jij zegt, om toch ook wel op de vraag van de klanten aan te gaan. Diesel wordt in West-Europa steeds minder, in Oost-Europa nog steeds heel populair, misschien wel populairder, ook door de kosten. Met DSP Polen proberen we ook de Oost-Europese markt nu te voorzien van de service die we hier bieden. Dus hier zal het minder worden de komende 10, 15, 20 jaar. En ik denk in Oost-Europa ligt er nog een hele mooie kans voor ons.
Dus hier in Nederland zijn we bezig met modificaties, hybride eventueel, elektrificering. En in het oosten proberen we toch ook nog DSP, de dieseltechnologie, te helpen waar we kunnen. Ja, want echt zo'n oude diesel, net zoals die tankmotor. Ja. Zou je daar iets op kunnen doen dat die minder schadelijk is? En minder slecht voor het milieu? Want daar kun je geen roetfilter meer op zetten, denk ik. Nee, je zit binnen twee tellen vol. Een nagasbehandeling kan altijd. We hebben het vaker voor klanten gedaan, ook die met treinen, dieseltrein door tunnels heen willen rijden. Ja, oh, ook ja. Dan heb je bijvoorbeeld nagasbehandeling nodig. Je zou een biodiesel kunnen proberen, een HVO kunnen proberen. Dat zal voor minder uitstoot zorgen. Een GTL. Andere brandstof eigenlijk. Andere brandstof. Oh, ja. Alleen is dat met afdichtingen wel iets waar we mee bezig zijn om onderzoek naar te doen wat dat doet met de afdichtingen in de motor. Maar dat zijn opties om in ieder geval qua emissie-eisen omlaag te brengen, ja. Maar zo'n oude tankmotor helemaal milieuvriendelijk? Nee, dat zie ik nooit gebeuren, nee. Ja, ik wilde de tank ook nog niet gaan elektrificeren. Ik voel hem nog niet zo, om het zo maar te zeggen. Zou het ook voorlopig nog maar niet doen, nee. Hey, laat even de testbank kijken. Ja, we gaan even naar de testbank, leuk. Ja, nee, vertel jij het maar. Hij vertelt hier net een mooi verhaal, die Kasper, over die koelingen die er boven op het dak staan. Om die motors te koelen als ze in de proefstand staan. Ja, om 3500, we kunnen tot 3500 kilowatt testen, motoren testen. Ja, om 3500 kilowatt terug te koelen heb je nogal wat koelcapaciteit nodig, om het zo maar te zeggen. We proberen op deze manier met warmtewisselaars. In de winter hebben we eigenlijk geen gas nodig, omdat we ons hele pand kunnen verwarmen met de hitte die van motoren afkomt. Ja, in de zomer zul je toch op een manier terug moeten koelen, zoals vandaag, warme dag, bijna 30 graden. Ja, dan moet je toch wel behoorlijk wat koelcapaciteit hebben om 3500 kilowatt terug te gaan koelen. Dus vandaar de koeltorens op het dak. En eventueel voor de toekomst hebben we nog voldoende capaciteit om terug te gaan koelen. Radiateurtje, denk. Ja. Hier, zet die maar eens voor in je auto. Op de snelweg zou het wel gaan, maar u wel in het midden rijden. Dan moet je ook wel een stevige motor hebben om op de snelweg vooruit te gaan. Ja, maar die hebben jullie, hè? Ja, dat krijgen we voor elkaar. Zo. Die is warm, hoor. Hier heeft iemand hard gewerkt. En dat ding wat je daar zo ziet, dat is eigenlijk vloeistofrem. En die zorgt dat die motor echt vermogen kan leveren. Kijk, zoals wij die motoren wel eens een keer laten draaien, ja, dan weet je dat die start. Maar voor de rest weet je eigenlijk helemaal niks. Maar je kunt hem natuurlijk niet belasten. Maar dat kunnen ze hier wel, want dat doen ze met dat ding. Dan kunnen ze eigenlijk, dat is eigenlijk een soort van pomp. Ja, die kunnen ze smoren. Dus daardoor kunnen ze die motor, ja, die kunnen ze gewoon doodtrekken. Als ze die helemaal vastzetten, dan stopt hij met draaien. Klopt, hè? Dat is vloeistofrem deze, hè? Ja, daar gaat die meeste warmte in zitten natuurlijk, hè? Ja, ja, want dat is natuurlijk ook die vloeistof. Ja, die zorgt natuurlijk voor er is een boel energie eigenlijk wat je kwijt moet, om het zo maar te zeggen. En die energie die wordt dan door die smoring eigenlijk omgezet in warmte. En dat is eigenlijk die warmte die ze ook voor een heel groot deel kwijt moeten via die koeltoren op het dak. Dat is niet speciaal de warmte die de motor genereert, maar meer de warmte die vloeistofrem maakt. De temperatuur van de koelvloeistof. Dat die erin gaat en dat die eruit komt. Leopard motor. V10. Toch? Ja. Nou, deze is eigenlijk helemaal
helemaal compleet, om het zo maar te zeggen. Want de versnellingsbak zit er ook corona vast. Dan weet ik alleen niet zeker of dat het stuurwerk hier ook in zit. Ik denk het wel, maar... Ja, dat is wel een grote knaap. Die past in die T55 niet in, hoor. Dat motorruim is best wel kort. Dat komt omdat ze daar de motor van dwars erin hebben gelegd. Om ruimte te winnen. Hadden ze hier ook kunnen doen, eigenlijk. Als ze deze dwars erin hadden gelegd, hadden ze... Dat is best wel wat... Ja, ze zullen ernaast zullen brandstoftanks liggen, misschien. Er zal wel een reden voor zijn, ja. Er zou geen loze ruimte in zitten. Dus, dat geloof ik niet. Zie je al wel, hoe dat allemaal gebouwd is bij zo'n ding. Dat is echt... Je kunt overal maar net een hand tussen steken. De voering, zuigersting, koppen erop, tuimelaars, deksels en afgemonteerd. Deze neem ik nu normaal mee naar de beurs. Distributie ook met tandwielen. Mm-hmm. Ja, hier zie je hoe dat met die uitlaat gemaakt is. Dat is wel... Dat is wel een ingewikkeld systeem eigenlijk, maar die bak die hier omheen zit is ook nog gebruikt als voorverwarming of zo. Dit is eigenlijk de bank en de deksel schroef je er nog bovenop, ja. Ja, maar dit is een kamer, want daar gaat iets doorheen nog hier. Nee, oh nee, dit is nog een uitlaat. Ja. Want waarom is dat niet gewoon een spruitstuk waar ze er tegenaan schroeven? Waarom zit er in zo'n bak? Best een ingewikkeld systeem eigenlijk, zou je zeggen. Ja, dat dit een beetje lekt of zo, dat maakt misschien niet uit. Er zit niet echt een dichting tussen. Omdat er toch al in een dichte bak zit. De pallet staat weer terug in de laadbak. Wij gaan weer terug naar huis. Maar we weten wel wat we moeten gaan vervangen en wat we kunnen repareren. Met jullie hulp natuurlijk. Kan helemaal goed komen. We houden contact in elk geval. Zeker weten. Ja, hey, super bedankt voor de expertise en voor de rondleiding natuurlijk. Wel interessant. Geen probleem. Mooi te zien. Succes met de materiaalzoektocht. Ja, dat komt goed. Maar jullie hadden ook connecties, toch? We gaan jou zeker helpen, ja. Komen we er zeker wel aan uit. Super. Hey, Kasper, hartstikke bedankt. Dankjewel. Mogen je een hand geven eigenlijk, hè? Zo. Tot de volgende. Ja. Hey, tot de volgende. Oké, okay. Hoi. Hey, doei. Ziezo, we zijn weer terug thuis. Dus, hey, kijk eens hier. Ik heb nog een pakketje gehad. Even kijken. Ik denk dat ik al weet wat het is. Ja, dat dacht ik al wel. Kijk eens aan. Oh! Ik heb gewoon een nieuwe jas gehad. Yes! Ja, mijn andere jas die was wel een beetje versleten en aan vervanging toe. Het is er nog niet echt weer voor, hè? Maar dan zijn we alvast weer voorbereid op wat komen gaat. Zo. Oh, dat is wel een lekkere jas trouwens. Dat is goed gevoeld ook. Hé, hey, hoe staat die? Goed. Goeie, hè? Nou, mooi. Ziet jasje. Ja, dat ziet goed uit. Ik heb er twee deze keer gehad zelfs. Dat is wel top. Ah, mooi. Dan heb ik er eentje om vies te maken en eentje om schoon te houden. Dat is misschien niet gek. Of eentje voor jou. Als het koud wordt, dan kan het natuurlijk ook, hè? Dus. Nou, super. Nou ja, en dit is ook goed, hè? Nou, ik denk dat het verhaal duidelijk is. Ik denk dat ik het niet nog een keer hoef te vertellen. Maar ik doe het toch. Ja. Cilinderbussen. Die moeten allemaal vervangen worden. Zuigerveren moeten allemaal vervangen worden. Zuigers. DSP zou het normaal wel doen. Maar ze zeiden, voor deze hobbyproject kan het wel. Dus die gaan we houden. Cilinderkoppen. Ja, klepzittingen. Ja, eigenlijk allemaal vervangen. Ja, er zijn een paar die zouden het doen zijn. Maar eigenlijk wel gewoon alles vervangen. Dan de klepgeleider. Daar moeten we eigenlijk een overmaats voor maken. Dus een nieuwe draaien en die dan erin persen. Dus ik ga zoeken naar onderdelen. Ik had ook al wat tips gehad van jullie. Waar ik dat kan doen. Dus ik ga daar wat mailtjes aan wagen. En dan hoop ik dat we snel spulletjes hebben. Want dan kunnen we terug naar DSP. Dan gaan we het allemaal in orde maken. Zittingen persen en zo, dat soort dingen.
En dan kan binnenkort die motor worden getest. En ze hadden ook al aangeboden om dan op de testbank te zetten. Dus dat is dat wordt wel ruig. Daar ben ik wel benieuwd. Kunnen we zien wat hij echt kan. En kijken of dat de drijfstangen aan de zijkant eruit komen. Of dat hij helemaal goed is daarna. Dus ja, we gaan het verder afsluiten. Want Owen gaat deze video meteen monteren. Ik ga nog wat spulletjes opruimen en zo. En ja, zo. Dat was het. Hey mensen, English summary. In de description, de comments ook. Bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.